Hey, hallo, bonjour. Ik ben haar gewassen om te vloggen. Hoe doen die mannen dat? Dat vloggen, ik weet het niet eigenlijk. Ik moet hier kijken zeker, of daar. Ik moet daar kijken. Vloggen, dat is ook improviseren, hè. Ik heb deze nu gemaakt. Oh, helemaal. Mijn kamer. Zodat het lijkt dat ik een beetje in een echte studio sta, hè. Je weet toch, details. Hoe ligt u wel en al? Oké, hallo, hey, bonjour. Ik ben Ruben, postgraduaatstudent, digital content en journalism aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Gent, ja. Dat is zo scherp. Oké. Digital content, wat is dat nu eigenlijk? Dat is zo breed. Ik specialiseer mij vooral op videoproductie met Premiere Pro. Maar ik heb nog een extra power. Ik ben ook actief als rapper. Ik ga with the money, girl. Beatmaker, producer, bla bla bla. Dus ik kan video's aanvullen met eigen muziek. Even terug naar de richting postgraduaat, digital content en journalism. Ja, naast interessante gastcolleges was er ook een stage. Stage! Dat vind ik echt het allerleukste. Ik mocht meedraaien op de VRT bij de innovatieafdeling. Wat naadloos aansluit bij mijn vorige studies. ID en Innovation Management. Go check that out. Maar... wat moest ik daar eigenlijk doen? Ja. Koffie drinken. Eten. En sigaretten roken. Haha. Gefopt. Ik mocht video's maken voor het Media Fast Forward YouTube kanaal. Wat is Media Fast Forward? Media Fast Forward is eigenlijk media heel snel aan elkaar gezegd. Media. Ah! Nee, om Media Fast Forward uitleg te krijgen, gaan we even over naar een interview met Ruben. Je gaat daar gewoon in zeggen. Ja. Media Fast Forward brengt verhalen, ideeën, mensen samen rond de toekomst van media. Zowel on- als offline. Online heb je de YouTube-pagina, Instagram-pagina, Facebook-pagina en de website. Offline heb je natuurlijk het Media Fast Forward event. Dit jaar was dat in de Bazaar. Volgend jaar, wie weet, dat komt eraan. Hou de website in de gaten. Staat dat er een beetje goed op, mannen? Kijk goed, hè? Tot de volgende. Maar even teruggaan naar het Media Fast Forward YouTube-kanaal. Ik heb 4 video's gemaakt voor dat kanaal en die ga ik nu vlug even overlopen. De eerste video was Canvas uit de comfortzone in A-majeur. Over de innovatieve manier dat we bij Canvas zijn omgegaan met het TV-programma Thomas speelt het hard. Ik ben zelf ook uit mijn comfortzone moeten komen. Ik kreeg beelden en een script voorgeschoteld van Fredo, mijn stage mentor. Shoutout naar Fredo. En ik moest aan de slag gaan. Ik heb ook op eigen initiatief muziek gemaakt en toegevoegd aan de video. Ik heb ook een korte edit gemaakt voor de social media kanalen. Ik kan wel niet zo goed piano spelen als Thomas. Ja, dat is een leerproces, hè. De tweede video was over de warmste week van Studio Brussel, hoe ze daar met innovatie en technologie zijn omgegaan. Ik kreeg beelden van Fredo. Heel veel media. En we hebben samen een globale script opgesteld. Echt wel puzzelen en moeilijker dan ik dacht, maar uiteindelijk ben ik tot een goed resultaat gekomen. Het is wel koud, hè. De derde video. Multicam met 5 iPhones. 1 iPad. Dat gaat eigenlijk over de burgemeestersmarathon van Radio 2. Op 1 week tijd alle Vlaamse burgemeesters heeft uitgenodigd en geïnterviewd op Facebook Live en ook live op de radio. We zijn gaan filmen in het radiohuis van Leuven. Maar toen we de beelden terugbekeken, zagen we dat het interview met Fien, de eindverantwoordelijke, niet alles was. Dus zijn dat interview opnieuw gaan opnemen met vooropgestelde vragen aan de hand van een script. En alles is goed gekomen. De vierde en laatste video ging over fake news. You are fake news. Dat was eigenlijk een interview met professor Ike Picone aan de VUB over het fenomeen fake news. Oeh, kijk eens binnen. Michelle Obama en Donald Trump hadden een affaire voor de verkiezingen. Maar oké, fake news. Ik heb mee het interview gefilmd en ik ben daarna ook eens alleen teruggegaan om beelden ertussen te gaan filmen. De zogenaamde B-roll. En dat was voor mij een leuke ervaring. Ziezo, dit was Ruben zijn stagevlog. Maar wat brengt de toekomst? Om die vraag te beantwoorden gaan we live over naar onze reporter die nu tussen de bomen staat. Ruben zijn stage is afgelopen nu. Maar wat brengt de toekomst voor hem? Inderdaad, Ruben zijn stage is afgelopen. En is vlekkeloos gelopen. Natuurlijk is het altijd gissen naar wat de toekomst brengt. Maar we hebben toch signalen opgevangen dat hij toch wilt verder gaan in de branche
hoe dat ze dat noemen, het online content creëren. We hebben een gesprek met Ruben gehouden hierover. En je voelt toch dat Ruben een enorm creatief persoon is. En van nature een creatief persoon die veel energie krijgt en insteekt bij het maken van online content. Wij wensen hem alvast veel succes in de toekomst en kijken uit naar komende projecten. Allee, fuck, hè.